Maar ik dacht... Maar ja, het werd steeds minder. En de laatste jaren al helemaal niet meer. Ach, god, ach, het is ook niet het belangrijkste in de wereld. Maar je bent toch een mens en... Nou, ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. We zijn gewoon veel te vroeg getrouwd. Toen Johan trouwde, wilde André opeens ook. Hij heeft me gesmeekt. Ik had het nooit moeten doen. Heeft hij Johan en zijn vrouw gesproken? Zijn vrouw? Wat heeft die hiermee te maken? Weet u het niet van een huwelijk? Nee. Wat moeten we daarvan weten? André heeft zich nogal misdragen op een huwelijk. Johan Verberkel is getrouwd met een negerin. Hartstikke zwart. André had zijn overhemd verkeerd om aan toen wij hem vonden. Hè? Zijn overhemd zat binnenstebuiten. Dat kan niet. André was altijd heel precies op zijn kleren. Daar begrijp ik niks van. Ik ook niet. Goed. Dank u wel. Dag. Die vrouw van Johan van Berkel, die was er niet, maar ik heb een zuster van haar gesproken. Die op het huis past of zo. Die André schijnt zich inderdaad vreselijk misdragen te hebben op dat huwelijk. Met bananen gegooid en zo. Die twee hebben elkaar ongeveer het ziekenhuis ingeslagen. André en zijn oudere broer. Hij heeft een alibi. Is het eigenlijk gecheckt? Niet dus. Meteen doen. Dan zet een mannetje op Bremer. Precies. Nee. Van Berkel bedoel je? Zet een mannetje op Herman Bremer. En haal die broer weer hierheen. Maar eerst dat alibi checken. Moet dat allemaal vandaag nog? Ik had gedacht dat we dat morgenochtend zouden doen, want ik wou vanavond een beetje vroeg naar mijn nest. Vandaag nog? Ja. Waarom niet? Ben je moe zoiets? Kan je niet tegen een avondje doorzakken? Fijne collega. Dus het was alleen André en u? Ja. Wanneer zijn uw ouders gestorven? Toen ik 18 was. Toen u 18 was? Hoe oud was André toen? 3. En toen? Toen wat? Bent u toen naar familie gegaan of zo? Nee, we hebben het samen gered. U heeft uw eigen broertje opgevoed? Zekere zin. Vandaar. U bent als een vader voor hem geweest. Ja. Het is toch om gek van te worden? Gezien de vrouw waarmee u bent getrouwd. Ja, dat lijkt mij ook een bron van groot conflict. En dat terwijl je zo'n band hebt door het verleden. Dat kan heel moeilijk zijn. Meneer Van Berkel, als u niks gedaan heeft, kunt u ons beter alles vertellen. Heren, zoals ik u al zei, ik heb gisteravond gebridged op een drive. Met 10 paren. Ik heb 19 getuigen dat ik daar de hele avond was. We waren om een uur of 1:30 klaar. We zijn tweede geworden, mijn partner en ik. Ik was in de Ardennen. Checkt u dat? Dat hebben we gedaan. Voilà. Was uw vrouw mee? Nee, die is thuis gebleven. Ze bridged niet. Niet nu, de kok. Morgenochtend, dat is vroeg genoeg. Wat? Waar heb je het over? Die vrouw, die kunnen we ook morgenochtend laten komen. Mevrouw Van Berkel bedoel je? Morgenochtend. Ja, dat doen we nou niet meer. Godzijdank. En onze Surinaamse buurman wil ik ook nog een keertje spreken. Morgenochtend? Zeker, morgenochtend. Regel ik voor je. Dank je. Graag gedaan. Dat regel ik nu meteen voor je. En dan ga ik naar mijn bed. Ja, en dan even gelijk nog even langs het huis van Bremer. Kijken hoe het daar is. Dat meen je niet. Dat is sadisme. Sadisme? Dat is gewoon ons werk. Wat zeg je nou? Zie je.
er wat gebeurd? Nee, niks. Hij is niet weg geweest. Die gaat gewoon slapen. Net als wij trouwens, de kok. Wil je dat we hier vannacht blijven? Nou, dat lijkt me wat overdreven. Laat er maar een eind aan maken. Oké. Bedankt. En alles komt een eind, de kok. Zo gaat het nou eenmaal. Daar heb je hem. Oh, nee. Ik ben bang, Dick. Ga jij achter hem aan. En hou contact met het bureau. Als het te lang duurt, zal ik proberen een vervanger voor je te regelen. Wat ga jij doen? Ik heb mevrouw beloofd om 9:30 thuis te zijn. Over ons gaan we kijken al in de Tatort. Op België. Goedemorgen, wat zie je eruit? Slecht slapen? Om 4:30 ging die idioot pas naar huis. Café in, café uit. Was er nou godverdomme niemand om af te lossen? Tja, jongen, dat is het politievak. Is mevrouw van Berkel er al? Ja, zit lobby te wachten. En onze vriendelijke Surinaamse buurman komt eraan. Weet je wel hoe laat het is? Oh, sorry, ik heb even slapen. Waar was u hier gisteravond, mevrouw van Berkel? Thuis. Ik was thuis. Alleen? Alleen, ja. Mijn man was in de Ardennen. Bridge? Bridge, ja. Maar ik begrijp niks van dat stomme spel, dus ik blijf thuis. Heeft u een goed huwelijk, ondanks dat stomme spel? Wat is dit? Therapie? Ben je nog weg geweest, die avond? 'S nachts? Nee hoor, ik ben lekker vroeg onder de wol gekropen. Hij heeft zich nogal misdragen op uw huwelijk, heb ik gehoord. André, uw zwager. Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja. Was niet helemaal goed bij zijn hoofd. Een racist was het. Gewoon racist. Maar ik heb hem niet vermoord. Zo ben ik niet opgevoed. Nee, nee, ik ook niet. Bent u klaar? Ik moet naar jazzballet. U moet naar jazzballet? Ja. Stond dat tussen u en die man in? Die politieke richting die André koos. Wat denkt u? Natuurlijk. Daar is toch niet mee te leven? Maar goed, dat zijn familieaangelegenheden. Daar heeft u niets mee te maken. Kan ik gaan? Voor nu. Maar houdt u zich beschikbaar voor verder verhoor? Jawel. Kapitein? Geen alibi? Nee. Maar ook geen bewijs of niks. Je gaat toch niet iemand vermoorden dat zich misdraagt op je huwelijk? Zeker geen 2 jaar later. Wat waren het eigenlijk voor cafés gisteravond waar die Bremer naartoe ging? Ik bedoel je, wat voor cafés? Gewoon cafeetjes. Geen lijstje gemaakt? God, wacht, van als ik dat nog weet. Heb je geen aantekeningen gemaakt? Ik weet het nog wel, de meeste. Een lijstje graag. En ga eens langs met deze foto. Vraag of ze Bremer ook met Van Berkel samen hebben gezien. Moet ik dat doen? Waarom niet? Ik ben kapot. Je kan toch niet slapen. Kun je beter in beweging blijven. Vertel het nou. Wat? Wat is er gebeurd? Ik ga nog even verder met onze Lucas. Ja, waarom eigenlijk? Moet ik mee? Nee. Doe jij die cafés nou maar. Ik heb toch niks aan je. Wat is er nou toch met hem? Nou, hij heeft het eergisternacht nogal laat gemaakt. Op een verjaardag. En vannacht heeft hij gewerkt. Dus hij is moe. Ik niet. Ik barst van energie.